Ja. Meneer, dat kunt u bij de kassa afrekenen. Wat heb jij dan over? Ja, broek wat in de jas hebt gestopt. Ik heb niks, man. Meneer, bent u niet verkeerd iets af te rekenen? Nee, ik niet. Dan bent u nu aangehouden. Waarvoor? Beter dat u met me meeloopt. Ja, ik niet. Het is beter voor uw eigen privacy als u met me meegaat. Ja. Gaat u hier maar zitten. Hier zit. Moet hij het broekje aan me geven? En is het nu in beslag genomen. Meldkamer, hier de meld 1, over. Winkelsurveillant, hier de meldkamer, zeg het maar, over. Ik heb een verdachte aangehouden bij de Marka. Zou je de politie voor me willen waarschuwen? Over. U heeft één persoon aangehouden en ik ga de politie bellen. Uit. Daar naar links. Hier? Ja. Gaat u maar daar rustig zitten? Ja hoor. Nog twee van de politie. Heb je nog andere voorwerpen? Nee, ik heb niks. Bij je? Helemaal niks. Niks bij je? Nee, helemaal niks. Is goed. Dan blijf maar rustig zitten. Goedemorgen. Goedemorgen. Een winkeldief zie je. Een winkeldief. Ja. Hij is toch komst van Marka. Kom. Daar zit hij. Goeiedag. Hallo. Wat heeft hij gestolen? Een spijkerbroek. Een spijkerbroek. Goeiedag. Goeiedag. Goedemorgen. U hebt een spijkerbroek gestolen? Bij Marka, hoor ik net, van de beveiliging. Dat klopt? Ja, dat klopt. Heb je nog meer dingen gestolen? Nee. Niet? Nee. Gaan we zo even naar het bureau? Gaan we daar de zaak even afhandelen? Ja. Het proces verbaal opgemaakt? Heb je in het verleden wel eens meer winkeldiefstal gepleegd? Nee. Nooit? Niets. Nee. Dus dat is de eerste keer? Ja. Oké. Okay. Heb je nog spullen bij u? Scherpe voorwerpen? Nee, helemaal niks. Niet? Nee, niks. Ik kijk eventjes formulier even na, wat u opgemaakt hebt. Hè? Ja. Even kijken, dat klopt allemaal. Ja. De spijkerbroek die is van Marka, die blijft hier, neem ik aan. Ga ik u even nakijken. Kom u even hier tegen deze muur aan staan? Handen tegen de muur. Oké. Gaat u even in de boeien, dat zijn de voorschriften. Ja. Andere hand erbij.